Het is 7:30. Zoals elke dag moet Jan binnen een uur op zijn werk zijn. Een tijdje geleden heeft hij via de computer voor heel de week een auto aangevraagd om hem naar zijn werk te brengen. Aan tafel krijgt hij het bericht dat de auto er binnen 5 minuten is. Hij controleert de gegevens en ziet dat er iemand mee rijdt vandaag. Jan maakt zich klaar om naar buiten te gaan. Hij herkent de specifieke auto die hem komt oppikken en scant met zijn gsm wanneer hij naar binnen gaat om te bevestigen dat hij instapt. De auto vertrekt rechtstreeks naar Jans werk. Eenmaal in de auto kijkt hij de route na. Daar ziet hij dat ze binnen 3 minuten de volgende passagier oppikken. Enkele minuten later stopt de auto langs de weg waar Stefanie een studente staat te wachten op de auto. Zij stapt in naast Jan en na een korte begroeting is de auto weer onderweg. Carlo is een groene jongeman, maar vandaag zit het hem echt niet mee. Zijn fiets is per totaal en hij moet naar de biowinkel. Gelukkig kan hij met zijn flexibel abonnement een auto via zijn smartphone opvragen. Carlo kiest er eentje uit die een straat verder langskomt. De app wijst hem een geschikte oppikplaats aan. De inzittenden van dit traject, Jan en Stefanie, krijgen op dat ogenblik een bericht dat de auto even verder stopt om Carlo op te pikken. Nadat hij zijn plooifiets in de koffer heeft gezet, zijn ze weer onderweg. In de auto kan Helk van N duidelijk zijn traject met begin- en eindpunt, tijd en de andere stops volgen. Aan het volgende kruispunt stopt de auto om Stefanie buiten te laten. Zij wordt meteen opgepikt door een auto die haar naar het station kan brengen. Op deze manier geraakt ze er het snelst en goedkoopst. Zij stapt in bij Leen, een huismoeder, die haar kinderen gaat afzetten bij het station voor ze naar haar werk gaat. Bij het station stappen Stefanie en de kinderen uit de auto om net op tijd hun trein te halen. Leen blijft in de auto, maar deze start een nieuw traject naar haar werk. Zij krijgt het bericht dat er een oude dame mee rijdt op haar traject en dat deze slecht te been is. Gertrude krijgt een sms-bericht op haar gsm om haar te verwittigen dat de auto er bijna is. Even later stopt de auto bij Gertrude. Leen stapt uit om haar te helpen en zo zijn ze beiden snel weer op de baan. Gertrude checkt in met een kaart. Gezellig babbelend rijden ze verder. De volgende die uitstapt is Leen. Gertrude moet alleen nog even verder. Aangekomen bij haar bestemming stopt de auto aan de kant waar Gertrude ruim de tijd heeft om uit de auto te stappen. Zonder verdere passagiers maakt de auto gebruik van het taluur om naar het dichtstbijzijnde oplaadstation te rijden.